Welkom in mijn Minecraft Survival! Ik ontdekte een geheime winkel onder Koeburg vol met wapens. Like even deze video, want dan verandert deze like-knop ook in een wapen. Oké, 3, 2, 1 en het is gewoon gelukt! Bedankt voor het liken. Oh, en abonneer even op mijn kanaal, want als jij nu niet abonneert op mijn kanaal, dan stop deze serie. Een hele goede morgen. Ik word niet wakker in mijn bed, natuurlijk in Schaapstad. En zoals je ziet is Schaapstad echt nog helemaal kaal en lelijk. En oh, het moet echt veel mooier worden. Maar Mick en ik hebben helemaal geen geld. Maar daarom gaan we natuurlijk Koeburg overvallen. Oké, ik ga even naar buiten toe. En ik zie Mick al staan in de verte. Ik ga meteen de post even bekijken. En ik heb gewoon een brief gekregen. Van wie is deze brief? Van Santino. Uitnodiging. Wat? Oké, ik ga meteen lezen. Beste Jesse, graag willen wij je uitnodigen voor de opening van onze meubelzaak hier in Koeburg. Wat? Er is ook een hapje en een drankje te nuttigen met vriendelijke groet Santino, de burgemeester. Oké. Nou, dan denk ik dat we hier vanavond heen moeten gaan. Mick, ja, hallo. Ja, heb jij ook die brief gekregen? Een brief? Ja, heb jij geen brief gekregen? Ik ga meteen checken. Kijk in je post. Kijk in je brievenbus. Oh, een uitnodiging van Santino. Ja, een uitnodiging. Ze gaan een winkel openen. Een meubelwinkel. Ze hebben ons nagedaan, Mick. Wow, wat? Hebben ze een meubel... ik ben de enige met een meubelwinkel. Ze hebben ons gewoon nagedaan, maar we zijn uitgenodigd voor de opening. Gaan we daar vanavond heen? Ik was me even aan het lezen. Jazeker, tuurlijk gaan we daar vanavond heen. Is het leuke is, ze weten niet eens dat wij wat van plan zijn, Mick. Nee, wij gaan natuurlijk een overval plegen. Ja, ik ben echt benieuwd hoe lelijk die meubelwinkel is vergeleken met die van jou, Mick. Ja, weet je, die van mij is sowieso veel mooier. Ik maak me niet druk. Nee, ik ook niet. Maar Mick, Schaapstad is nog steeds heel lelijk. We moeten echt opschieten met die overval. Ja, we hebben echt meer diamonds nodig. Trouwens, Jesse. Ja, we hebben echt veel meer diamonds nodig. Ja, wat is er, Mick? Ja. Ik was gisteren in die tunnel en jij zou gaan kijken. Ja. Wat is er eigenlijk nog allemaal gebeurd? Oh, dat heb ik jou nog helemaal niet verteld, Mick. Nee, maar wat is het nou? Oké, daar heb ik wapens gevonden. Uh-huh. En ik heb ook een geheime wapenwinkel gemaakt. What? Onder jouw meubelzaak. Onder ik mijn weet niet of dat mag. Ja, onder jouw meubelzaak. Sorry, Mick. Hoe heb je dat betaald? Ik heb ook wat goud van jou gestolen om de builder te betalen. Maar dat vind je vast niet erg, hè? Ja, nee, dat vind ik niet erg. Maar dan kan je ook gewoon vragen. Ja, maar je was al weg. En Mick, we gaan alles stelen met die wapens. Ja. En dan hebben we heel veel geld. Oké. Maar ja, Nee, ik vergeef je. Ik vind het niet heel chill, dankjewel, maar... Oké. Ja, sorry. Maar je krijgt het terug van me, oké? Ja, ik ben wel echt benieuwd trouwens naar die wapen. Ik ga dat straks wel even checken ook. Ja, maar Mick. Kijk, we hebben nu wapens. Alleen, we moeten ook nog zien te vluchten. Dus we hebben eigenlijk iets nodig om te vluchten. Jesse, daar heb ik al een mooi plannetje voor bedacht. Heb jij al wat? Ja, zullen we even gaan kijken? Oh, wat is jouw plan? Waar moeten we gaan kijken dan? Wat heb jij dan? Jij denkt leuk met je wapenwinkel, maar ik heb ook iets geregeld, hoor. Heb jij ook wat geregeld? Ja, zeker. Wat heb jij geregeld dan, Mick? We gaan hier even naar Schaapstad toe. Wat hebben we nou echt nodig om te vluchten? Een boot. Ja, een bootje. Dat is het niet. Misschien een fiets. Heb je een fiets? Nee. Kijk, zie je het? Een paard. Je hebt paarden geregeld. Nee, kijk eens in de verte. Zie je dat oranje? Waar staat er gewoon een compleet nieuw gebouw? Ja, ik heb mijn tweede winkel geopend. Ik ben lekker bezig. Heb jij een tweede winkel geopend? Ik heb nog helemaal niks geopend. Nee. Of ja, een wapenwinkel heb ik geopend. Maar jij hebt geluk, Jesse. Jij hebt gratis dingen bij mijn winkel. Hè. Ik heb gratis dingen. Mag ik alles gratis pakken? Nou, deze winkel is wel echt een dure winkel, hoor. Dus niet alles. Het is een dure winkel, maar wat is er dan? Ja, dit is perfect voor... Om te vluchten. Ja. Auto's. Wat, heb jij gewoon auto's gekocht en een eigen autowinkel gemaakt? Ik heb gemaakt. Mijn eigen autowinkel, zeker. Weten. Wat? Kijk. Maar een tractor, maar die gaan we natuurlijk niet meenemen. Nee. Die is veel te sloom. Kijk, deze is jouw kleur, rood. Maar dit is jouw kleur. Wat ga? Ja, maar ik kan ze in alle kleuren maken, hè? Elke auto. Ik denk dat we deze auto moeten gebruiken. Maar kunnen we supergoed vluchten. Alleen werkt de auto ook. Nou ja, stap maar in. Rij maar even een stukje. De auto werkt niet, Mick. Auto werkt niet. Nee, er zit geen benzine in, Mick. Oh. Nou, je moet wel een beetje goed voorbereiden, Mick. Kijk, dit zijn showmodels, hè? Oké, dus
heb ook nog auto's die wel echt werken. Ja, kijk, deze werkt. Eentje werkt wel, volgens mij. Werkt deze auto? Nee, er werkt nog geen één. Hier kunnen we niet met z'n tweeën, dus deze moeten we sowieso niet doen. Jessie, ik ga regelen dat deze auto... Dit moet je nog even oplossen, Mick, want dit is niet echt heel slim. Maar, Mick, ja? Mick, heb jij mijn wapenwinkel al gezien? Nee, ik heb jouw wapenwinkel nog niet gezien. Ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk. Dan kom, we gaan naar mijn wapenwinkel toe, want ik moet je wel vertellen, het is niet alleen een wapenwinkel. Okay. Het is ook, weet je wat? We gaan er gewoon heen en dan laat ik het je zien, oké? Okay? Maar Jesse, heb je nou gewoon een wapenwinkel onder mijn winkel? Ja, maar weet je, kijk, aangezien wij toch samengewerkt, ik dacht, dat vind je helemaal niet erg, Mick. Oh, maar, kijk, eigenlijk moet dit dicht zijn, maar als je dit allemaal open doet, kom maar naar beneden, Mick. Kijk eens wat wij hier allemaal hebben en... Blijf staan. Ik moet natuurlijk wel op mijn plek zijn. Ja, kom maar binnen. Welkom in mijn wapenwinkel, Mick. Oh, wat? Maar dit is hartstikke illegaal, Jesse. Wat heb je nou gedaan? Nee, dit is niet illegaal, Mick. Kijk, hoezo is het illegaal? Je hebt dit onder mijn winkel. Nu ben ik medeplichtig. Wat doe je nou? Ja, maar Mick, we gaan samen een winkel overvallen. Oké, dat is waar. Misschien zijn we al illegaal. Hier kunnen we lekker zitten en dan kunnen we vergaderen met misschien nog meer boeven. We zijn met z'n tweeën. Je hebt een hele kaart, alles. Misschien kunnen er nog meer komen. Ja, ik heb een hele kaart, maar hier moet eigenlijk een kaart van Coburg komen. Maar ik durfde niet in eentje naar Coburg te gaan. Oké. Dus nu is het nog onze stad, of niet? Ja, dit is onze stad. Maar kijk, we hebben ook camera's aan de muur hangen. En we hebben hier zelfs gevangenis. Wat wij met deze gevangenis moeten, weet ik niet. Nou, dit heeft de builder gemaakt. Dit was niet mijn idee, maar weet je, misschien komt hij ooit wel een keer van pas, Mick. Dat gaan we wel vanzelf zien. Heb je allemaal wapens? Ja, dat is het leuke. Kijk, dit heb je helemaal niet gezien. Maar kijk, 1, 2, 3, 4. Dat is mijn code, Mick. Dan weet jij dat ook meteen. Ik wil een keer schieten. Kom. We gaan even naar buiten toe, ja? Oh. Ik heb namelijk een leukste bij de hand. Wil op mij schieten? Nee. Ik ga niet op jou schieten. Ik ben trouwens wat vergeten. Ik moet ook natuurlijk even wat kogels hebben. Dus kom. We gaan even naar buiten toe, ja? Ik heb namelijk een leukste bij de hand. Wil op mij schieten? Nee, ik ga niet op jou schieten. Okay. Ik ben trouwens wat vergeten. Ik moet ook natuurlijk even wat kogels hebben. Dus ga je met me mee, Mick? Ja, waar gaan we op schieten dan? Ja, we gaan in de lucht schieten. Oh, hier, maar dit gaat ook heel veel helpen bij de overval. Dit is voor een overval, ja. Ah. Vind je nou echt dat ik hieronder gebouwd heb, Mick? Nee, ik snap het nu wel, ja. Oké, maar dit is de eerste keer dat ik ooit ga schieten met een pistool, Mick. Nee. Ik heb nog nooit geschoten. Nee, niet op mijn recht, hè? Nee. Oké. Ik ga gewoon in de lucht schieten, ja? Hij werkt gewoon! Wow. Wil jij een keer schieten, Mick? Yes, ik heb een leuk idee. Mick, ga jij maar een keer schieten. Ik wil kogels. Ja, ik wil kogels. Hier heb je kogels. Maar ik wil ze daar wel terug hebben, ja? Ja, kijk, dit is mijn winkel, dus dit mag natuurlijk. Nee, niet op mij schieten. Ga je glas schieten? Ja, ik wil een raam kapot schieten. Dat is toch zonde van je winkel? Kijk, we moeten weten of dit werkt. Oké, doe maar. Schiet maar. 3, 2, 1. Het werkt gewoon! Yes, allemaal! Grapje. Geef mijn wapen terug. Ja, mag ik mijn wapen terug? Oké, dankjewel. Maar Mick. Kijk, die wapens moet ik nog wel allemaal even goed testen. Ik ga er vandoor. Ja, ik ga ze allemaal testen. Ja, is goed, Jesse. Ik ga ook nog even wat doen. Doei. Nu wegwezen. Ja, oké. Hey, wat is dit nou opeens? Doei. Oké, ik ga alle wapens meenemen. Want ik wil ze namelijk allemaal gaan testen. Want ik weet natuurlijk niet of ze allemaal ook werken. Dus eens even kijken. We nemen gewoon lekker alles mee. En dan moet ik denk ik even een plekje gaan vinden in het bos. Ik denk dat dat wel een heel leuk plekje is. En waar ga ik op schieten? Ik heb echt geen idee. Oké, laten wij beginnen met een machine pistool. Dat is een klein pistooltje, die gaan we proberen. En eens even kijken, waar ga ik op schieten? Ik kan op een paard schieten. Nee, dat vind ik zielig voor een paard. Of op de bijen. Bijen zijn wel heel vervelend. Waarom is het geen nacht? Dan kan ik een zombie vinden, maar het is nog helemaal geen nacht. Wacht, ik ga gewoon hier naar het water toe. Kan ik hier misschien iets vinden? Misschien een paar vis? Waarom staat hier een schaap? Schapen wegwezen! Ik heb gewoon een schaap neergeschoten. Het werkt gewoon! Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik wil gewoon eigen schietbaan maken. Alleen daarvoor heb ik natuurlijk wat schietschijven nodig. En gaan we deze ook proberen. Bim! Oh, deze is ook vet. Ik denk dat ik gewoon even terug naar de verkoper ga onder de grond. Want misschien kan ik dan wel allemaal schietschijven kopen. En dan kan ik hier gewoon een hele schietbaan maken. En dan kunnen Mick en ik supergoed oefenen. Want als er een winkel overvallen, moeten we natuurlijk wel nog een beetje oefenen. En waarom staat hier een paarse schaap? Wegwezen, paarse schaap! Oké, ik denk dat het tijd is dat wij weer even naar Coburg gaan. Alleen, eerst moet ik natuurlijk weer even... ik moet even een bootje maken. En mijn hele inventory zit vol met allemaal wapens. Oké, ik zet hier een crafting table neer. En eens even kijken...
Ik heb hier ook wat hout. Hoppakee. En nu kan ik even een bootje gaan maken. En eigenlijk moet ik een keer een mooie boot gaan kopen. Want deze houten boot is helemaal niet mooi. En aangezien Mick auto's heeft, kan ik misschien ook ooit wel een keer een boot gaan kopen. Oké, de volgende keer kan ik misschien trouwens ook een auto van Mick kopen. Want dan kan ik ook heel snel naar de Koeburg. Maar voor nu pakken we gewoon even een bootje. En dan gaan we naar de geheime bunker toe. Want ik moet van de meneer waarvan ik de wapens heb gekocht ook nog even wat andere dingen kopen. Want ik heb echt niet genoeg. En ik heb denk ik ook veel meer kogels nodig. En we zijn aangekomen bij de ingang. En oh, hier was dus mijn oude bootje. Nou, oké, ik ga hem gewoon meenemen. En hallo ganzen, wat ben je allemaal aan het doen? Oké, loop maar weg. En er lopen er allemaal paarse schapen. Die paarse schapen moeten weg. Paarse schapen wegwezen, oké, goed zo. Kijk, er mogen hier alleen maar rode schapen komen. Oké, maar we gaan hier naar beneden. En ik moet natuurlijk geen wapen in mijn hand hebben, want dan schrikt die meneer. En ik ben heel benieuwd of hij nog wat dingetjes voor mij heeft. Hallo meneer, bent er? Meneer! Hallo! Hallo! Ben jij nou weer terug? Ja, sorry. En heel erg bedankt voor de wapens. Alleen, ik heb nog wat kogels nodig. En ik kan niet zo goed schieten, dus ik moet een beetje oefenen. Dus heeft u wat dingen voor mij dat ik kan oefenen misschien? Ja, ik heb een paar dingen, maar die kosten ook natuurlijk allemaal geld, hè? Ja, maar ik heb helemaal geen geld. Hoe duur is dat nou weer? Ja, dat zijn 5 gold. Ja, maar hoezo heb ik dat niet meteen bij de levering gekregen, al die kogels en dat om te oefenen? Ja, ik moet ook verdienen. Ik moet ook verdienen, kerel. Oké, dan ga ik proberen weer gold te zoeken. Ja, maar ik vind het wel heel vervelend, meneer. Ja, dat maakt me niet uit. Je gaat er maar voor zorgen dat je die gold krijgt. Anders krijg je helemaal niks. Ja, oké, ik ga het regelen. Doei! Yo, doei, dag. Oh, nu moet ik weer helemaal goud gaan vinden. Alleen, ik heb toch geen idee hoe ik aan al dat goud moet gaan komen. Oké, ik ga denk gewoon naar Koeburg en ik zie het wel gewoon, oké? Alleen moet ik natuurlijk wel uitkijken dat ze me niet gaan betrappen. Want als ik wat ga stelen, dan kunnen ze dat natuurlijk zien. En dat wil ik helemaal niet. En dit is denk ik de nieuwe winkel van Giel. Ik zie Giel gewoon in de winkel staan. Oké, ik moet heel erg uitkijken dat Giel mij niet ziet. Alleen, hoe ga ik hier aan goud komen? Kijk, daar kan ik goud pakken. Alleen, daar zijn allemaal camera's. Dus die camera's gaan dan sowieso zien dat ik het ben. En dat is dus niet de bedoeling. Weet je wat? We gaan gewoon even de bank in. Hallo meneer. Hallo Bart de bankieren. Heeft u wat goud voor mij? Ja, u heeft heel veel goud. Alleen, oh, kijk dan. Hier ga ik toch nooit goud kunnen krijgen. Daar beneden is een kluis. Alleen, er zijn ook bewakers. En eigenlijk wil ik deze echt overvallen. Alleen, daarvoor moet ik eerst even oefenen. Ik heb maar 10 goud nodig. Oké, voor meer goud moet ik naar de bank. Alleen, ik heb er maar 10 nodig. Oké, in het hotel kan ik denk ik ook geen goud vinden. Waar kan ik nou weer goud gaan vinden? Oh, trouwens. De vorige keer in het burgemeesterhuis heb ik goud gevonden. Dus misschien kunnen we dat nu weer vinden. Alleen, het is recht tegenover het politiebureau. Dus, politie, ik kom hier gewoon even kijken. Ja, ik ga helemaal niks stelen. Hallo, burgemeester. Bent u hier? En in de kist zit helemaal niks. En, oh, hier zit ook helemaal niks in. Nee, hoe ga ik nou aan goud komen? En hier zit ook helemaal niks in. Oké, ik denk dat er nog maar 1 ding op zit. Alleen, het is wel een risicootje. Ik moet naar de huisjes toe van Santino en van Giel. Want daar ligt sowieso wat goud. Oké, ik heb mijn pistool erbij gepakt. Want als ik ze zie en ze worden boos op en ze betrappen me, dan moet ik mezelf natuurlijk wel kunnen verdedigen. Wacht, misschien kan ik hier wel heel makkelijk goud krijgen. Hallo? Oh, nee. Dat is het verkeerde wapen. Nee, ik ga u niet overvallen, Piet. Sorry. Kan ik bij jou misschien goud krijgen? Nee, ook niet. Dit is de supermarkt. En hier is een dierenwinkel. Oh, een dierenwinkel. Oké, ik ga de volgende keer sowieso hier een diertje kopen. Alleen, we zijn nu aangekomen bij de huisjes van Santino en Giel. En ik ben hier nog nooit geweest. Ik moet wel een beetje uitkijken dat ze er niet zijn. Hallo jongens, waar zijn jullie? Oké, ik moet even kijken. Ik zie het huisje van Santino. Zie ik helemaal niks. Oh, nee. Ik zie Giel in het huisje. Oké, ik moet wel echt uitkijken dat ze me niet zien. Ik zie Giel daar gewoon lopen. Santino loopt daar ook. Oh, nee, Santino is buiten. Ik moet rennen. Nee, Santino mag mij niet zien. Oké, wacht. Ik ga hier gewoon via de bosjes ga ik kijken. En, oh, kijk Santino en Giel daar met z'n tweeën in dat huisje. Santino staat daar gewoon voor de deur. Oh, ik kan Santino nu schieten. Maar trouwens, nu Santino en Giel samen in een huisje zijn, dan kan ik het huisje van Santino binnenkomen. Oh, dit is echt geniaal. Ik ga hier gewoon naar binnen en ik pak mijn wapen. Misschien heeft Santino wel gewoon een beveiliger. Hallo, is hier iemand thuis? Handen omhoog! Hallo, handen omhoog! Heeft Santino ergens wat goud voor mij liggen? Als Santino geen goud heeft, heb ik alles gewoon helemaal voor niks gedaan. En hier is een kist en Santino heeft goud voor mij! Oké, hoeveel heb ik nodig? Ik heb er 5 nodig. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en weet je wat? Ik neem gewoon lekker al het goud mee en nu moet ik heel gauw hier wegwezen. Oh nee, zijn ze nog in het huisje? Oké, ze zijn allebei nog in het huisje van Giel. Ik ga keihard wegrennen. Doei, er is hier helemaal niks gebeurd. En nu ik dit goud heb, kan ik meteen door naar de geheime verkoper onder de grond. En kan ik eindelijk mijn schietbaan gaan maken. Hallo meneer, hallo, draait u zich eens om, ik ben er weer. Hallo. Ben jij er weer? Ja,
ik ben er weer. Ik heb het geld. Kijk, ik heb 5 goud, alsjeblieft. Ja, weet je het zeker? Ja, dat is 5 goud. Mag ik nu mijn spullen, meneer? Hallo? Vuile oplichter, dat zijn 4 goud. Nee, dat is niet 4 goud. Dat is 5 goud. Dit draait 4 goud. Probeer me soms in de maling te nemen, jochie. Niet door mijn richting. Nee. Sorry. Waar is het andere goud? Hier is 5 goud. Geen wapen, oplichter. Sorry, meneer. Sorry. Volgende keer niet meer doen. Helemaal anders. Mag ik nu mijn spullen hebben? Jij mag je spullen hebben. Ik wil nu hebben. Nu. Hé, rustig aan. Ik heb nog zoveel te doen. Hier, alsjeblieft. Oké. Oh, dat zijn mijn schietschijven. Ja, dankjewel. Alleen, waar zijn mijn kogels? Ja, die krijg ik. Ja, ik wil ook mijn kogels hebben nu. Hé, rustig aan, hè. Zelf opschieten, ik heb heel veel te doen. Oké, dankjewel. Ja. Doei. Oké, ik heb eindelijk mijn spullen. Alleen mijn hele inventory is er vol. Eens even kijken. Wat ga ik weggooien? Dit ga ik gewoon weggooien. En ik ga nu terug naar Schaapstad. En ik ga nu eindelijk de schietbaan maken. En ik ga al die wapens gewoon uitproberen. Oh, ik kan echt niet wachten om bijvoorbeeld met de minigun of met de bazooka te schieten. Oh, ik kan niet wachten. En als ik klaar ben met te schieten, dan pak ik weer uitnodigingen bij. En dan gaan we meteen weer terug naar Coburg. Ik ben echt benieuwd wat voor lelijke winkel Giel heeft gemaakt. En ik ben eindelijk weer terug bij mijn huisje. En mijn hele inventory zit vol. Dus dan moet ik even gaan legen natuurlijk. Dus, ik heb hier een kist en... Oh, ik heb nog 4 goud. Ik heb nog best wel veel. Oké, alles wat ik niet nodig heb, dat doe ik gewoon even daarin. Kijk, TNT heb ik natuurlijk helemaal niet meer nodig. Want ik heb nu gewoon een bazooka. En ik heb nog meer kistjes nodig. Heb ik hier nog een kistje? Ja, kijk, hier kan ik ook nog even wat spulletjes in doen. En alles wat ik nodig heb, dat heb ik op dit moment gewoon in mijn inventory. Kijk, een zwaard heb ik ook gewoon niet meer nodig. Oké, en dan pakken we even wat hout erbij. Want ik wil namelijk wat fences gaan maken. En laat ik dat meteen maar even gaan maken. Want die fences, die gaan we namelijk gebruiken voor de schietbaan. Oké, eens even kijken. Op deze manier maak ik wat fences. En heb ik nu genoeg fences? 48, ja, dat is zeker genoeg. En wacht, trouwens, misschien neem ik mijn ex neem ik toch nog wel even mee. Die ga ik nog wel gebruiken. En mijn schep, die neem ik ook nog even mee. En de schietbaan moeten wij natuurlijk wel een beetje op een geheime plek bouwen. Want niemand mag weten natuurlijk dat wij wapens hebben. Dus weet je wat, ik ga die daar gewoon achter in het bos maken. En dan ga ik al mijn wapens testen. Oké, ik denk dat dit hier wel een mooie plek is. Alleen deze boom die staat nog een beetje in de weg. En we moeten wel een klein beetje ruimte hebben natuurlijk. Dus kijk, dit deurtje hier, dat halen wij ook even weg. En die andere boom laat ik wel staan. Want anders kan je heel goed zien wat ik hier allemaal aan het doen ben. En hallo koe, koe, wegwezen. Niet hier meer komen. Oké, deze boom hier die haal ik ook meteen even weg. En dan denk ik wel dat het even goed is. En oh, dit is echt een super grote boom. Weet je hoe vervelend dit is? Oké, gelukkig, de boom is helemaal weg. Dan halen wij dit dirt ook meteen even weg. En dan ga ik hier wat schietpalen maken. Oké, eens even kijken. Ik heb natuurlijk fences. Dus zo en dan 1, 2. En dan hier ook 1, 2. En dan hier doe ik ook 1, 2, zo. En daar ga ik dan die schietschijf op zetten op deze manier. Bim. Bim, hier ook. En waarom gaat dat plaatsen zo moeilijk? Weet je wat, die daar laat ik ook gewoon staan. En hier boven moet er ook één op. En kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Oké, weet je wat, we gaan er hier achter gaan we er ook nog één doen. Want we moeten natuurlijk wel een beetje variatie hebben. En eens even kijken. Hier zet ik er ook gewoon één neer. En het ziet er nu al best wel mooi uit. Kijk, ik kan nog gaan schieten. Alleen, ik ben iets vergeten. Kijk, ik heb natuurlijk wel genoeg kogels. Alleen, ik wil veel meer kogels hebben. En die meneer, die had me ook een doos gegeven met al mijn kogels. En misschien zit er allemaal nog meer spullen in. Oké, die moet ik natuurlijk nog even gaan bekijken. Alleen, waar heb ik die doos gelaten? Alsjeblieft, zeg maar niet dat ik hem ben kwijtgeraakt. Hè? Dat zou zo'n zonde zijn. Eens even kijken. Oh, we hebben hem gevonden. En wat zit hier allemaal in? Eens eventjes kijken. Oh, kijk, al die kogels en... Wat? We hebben zelfs scopes allemaal. En we hebben een workbench en... Oh, we hebben armor stands. Daar kunnen we ook op schieten. Oké, deze ga ik meteen weer meenemen. Oké, dit ga ik... wacht, we moeten natuurlijk wel even een plekje hebben waar ik kan schieten. Zo, en dan... Vanaf hier mag ik dan schieten. En dan zetten we die shulker box neer. En... Oh, die armor stands, die zijn zo vet. Oké, eens eventjes kijken. Ik zet hier een armor stand neer. En kijk, daar kan ik gewoon een hoofdje op doen. En ik kan daar zelfs wat armor op doen. Kijk hoe vet het eruit ziet. En ik kan er nog één neerzetten. Alleen, waar ga ik die neerzetten? Even denken. Ik denk daar gewoon helemaal in de verte. Ik denk dat dit wel een hele mooie plek is. Want dan is het namelijk wel natuurlijk nog een beetje een uitdaging. En dit doen we natuurlijk ook wat armor aan. Oh, ik kan niet wachten om te beginnen. Alleen, ik had dus nog een paar extra dingen gekregen. Een workbench. En ik heb zelfs 3 scopes. En die gaan we natuurlijk meteen gebruiken. Alleen, hoe werkt dit allemaal? Ik kan dus wapens ook maken via deze manier met ijzer. Alleen, hoe zet ik hier dingen op? Ik snap niet hoe dit allemaal werkt. Wacht, als ik op zet
set klik, dan kan ik er een attachment op zetten. Wow, kijk er hoe vet het eruit ziet. En oké, op mijn mitrailleur wil ik dit ook. Daar wil ik deze op hebben. En wacht, kijk, volgens mij heb ik nog een scope. Die wil ik op mijn pistool hebben. Of nee, die wil ik op, ik weet het niet. Weet je wat, ik ga die gewoon op mijn pistool zetten. Oké, pak mijn pistool erbij en daar zetten we dan deze op. En hoe ziet dat eruit? Kijk er hoe vet dit eruit ziet. Oké, ik ga mijn wapens testen. Bim. Oh, kijk dan. En heb ik in de roos geschoten? Even kijken. Oké, ik moet nog wel een beetje oefenen. Ik wil natuurlijk wel om de roos schieten. Alleen het pistooltje is heel saai. Ik ga dit wapen gebruiken. Dit is gewoon een sniper. Oké, let op. Dit gaat een headshot worden. Bim. En hier ook. Kom op. Nu in de roos. En heb ik in de roos geschoten? Ik heb in de roos geschoten. Let's go. Oké, maar dit is natuurlijk een sniper. Dus nu deze in de verte. Bim. Die is ook raak. En deze. Kom op. In de roos. En ik heb weer in de roos geschoten. Maar ik heb nog veel meer wapens. Want ik heb ook een bazooka. En ik heb nog een rifle. Ik heb nog een minigun. Ik heb een grenade launcher. En ik heb zelfs nog granaten. En ik heb een flash grenade. Oh, we gaan ze allemaal proberen. Oké, eerst begin ik met deze. Wat doet dit? Bim. Oh, ik denk dat dit een sniper is. Of niet? Ik weet het niet. Maar kijk hoe goed ik ben. Ik schiet gewoon alles in de roos. En dan nu met de minigun. Oké, nu kan ik denk ik gewoon heel veel achter elkaar schieten. En we gaan schieten in 3, 2, 1. En bam, 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 bam. Kijk er hoeveel ik kan schieten achter elkaar. Dit is echt niet normaal. Oh, we gaan zo makkelijk de winkel kunnen overvallen op deze manier. Bam, 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 bam. En oh nee. Zijn nu allemaal kogels op? Gelukkig, ik kan reloaden. Niet allemaal kogels zijn op. Maar kijk, nu gaan we natuurlijk de leuke ding proberen. Want kijk, ik heb hier een granaat. Die gaan we proberen. Die gaan we gooien. En gaat die ook ontploffen? En dat heeft gewoon gewerkt. Oh, oké, wacht. We gaan er nog één gooien. Bim. En gaat die ook meteen ontploffen? Waarom werkt die nou niet? Hoe kan dit nou weer? Oké, laten we dan de grenade launcher gaan proberen. Die wil ik op jou schieten. Bim, bim. En ontploft het nou of niet? Ik moet wel reloaden. En nog een keer. Bim. Auw, dat was bijna op mezelf. Oké, dit wapen vind ik niet heel erg goed. Laten wij de flashbang maar gaan proberen. Ik ga hem gooien. Wat gebeurt er dan? Auw. Oké, dat was niet de bedoeling. Dat was niet heel slim van mij. Maar laten wij nu maar het allerlaatste gaan proberen. En dat is de bazooka. En ik ben echt benieuwd wat de bazooka gaat doen. Alleen, die ga ik denk ik niet hierop schieten. Want dan gaat alles kapot. En dat is natuurlijk super zonde. Dus eens even kijken. Die gaan wij gewoon hier op de boom schieten. Oké, 3, 2, 1 en bim. Wow, dit is echt niet normaal. De hele grond is gewoon kapot. En nog een kogel. Oké, nou, ik denk niet dat we deze gaan gebruiken. Want dan blazen we heel Koeburg op. En dat vind ik dan ook weer een beetje zielig. Weet je wat, ik neem al de spullen gewoon weer mee. En die ga ik dan beneden leggen in mijn wapenkamer. En dan is het denk ik tijd om naar de opening van de winkel te gaan van Giel. Die echt denk ik heel erg lelijk is. En ik ben weer beneden. En kijk, we gaan natuurlijk in mijn kist met mijn code. En kijk, daar doen wij gewoon alles in wat met de wapens te maken heeft. Want niemand mag hier aankomen, oké? En dan denk ik dat ik nu gewoon even lekker op de stoel weer ga chillen. Totdat het avond is. Is het al avond? Ik was in slaap gevallen op de bank. Ik ga kijken of het avond is. En ik ga omhoog en... Het is avond! Oké, ik ga meteen Mick halen en we gaan naar de winkel toe. Mick, het is avond. We moeten snel gaan, anders komen we te laat. Ja, ik zie het, Jesse. Ja, ik ben er. We moeten echt snel gaan. We gaan gewoon rennen, ja? Mick, kunnen we niet een auto voor jou pakken? Want je hebt toch auto's? Jesse. Ik heb nog steeds geen benzine. Je hebt nog steeds geen benzine, Mick. Ik kon geen tankstation vinden. Kom maar met mij mee. Ik heb een veel beter idee, want... Kijk eens wat ik heb. Wacht, Mick. Ik ben het kwijt. Ik heb hier één bootje. Dus jij moet ook een bootje maken. Wow, we kunnen samen in één bootje, Mick. Mick, kom. Ik dacht al, moet ik opeens een bootje maken? Nee. Jij hoeft geen bootje. Maar kijk, dan kunnen we hier samen in een bootje. En dan gaan we naar Koeburg. En dan ben ik heel benieuwd hoe die lelijke winkel eruit ziet van Giel. Volgens mij is hij van Giel, ja. Oh, dat weet ik nog niet eens. Oké, ik was net in Koeburg en ik zag Giel in de winkel staan. En hij was helemaal paars. Waarom zijn we uitgegaan voor Giel? Dat weet ik ook niet. Maar Santino heeft ons uitgeroot. Maar Mick. Ja. Mick, misschien is het wel een valstrik. Moeten wij dat wel doen? Jesse, ik heb een diamond zwaard. Oké, we gaan het gewoon doen, Mick. Ga jij maar lekker varen. Jesse, we gaan op de waterval. Mick. Kijk, hier is natuurlijk de geheime ingang van de kelder. Maar zij weten helemaal niet dat wij weten dat hij er is. Dus ik denk niet dat we via hier naar binnen moeten gaan. Nee, we moeten gewoon zo rustig gaan lopen. We moeten gewoon rustig gaan lopen. Mick, kijk hoe groot deze stad is. Jesse, ik wil dit ook hebben. Na die overval hebben wij dit ook. Dit gaat makkelijk. Maar Mick, dat mag je nou niet te hard gaan zeggen. Want kijk, zie je die winkel daar in de verte? Volgens mij is het die winkel daar. Oké, laten we... Ja, we zijn gewoon uitgenodigd. We hoeven niet sneaky te doen natuurlijk. Nee, inderdaad. We gaan gewoon lekker naar binnen.
doorlopen en we zien het wel. Ja, ik zal ook even mijn wapen wegdoen, want dat ziet er ook een beetje gevaarlijk uit. Oké, okay. Nou, hallo jongens, hallo. Goedendag, heren. Goedendag. Hey. Dit is de nieuwe winkel. Hey, Giel. Ja, dit is de nieuwe winkel. Giel, wat doe jij hier? Giel. Ja, ik woon hier, jongens. Is dit een valstrik voor jou, Giel? Nee, ik heb jullie gewoon uitgenodigd. Waarom heeft hij een zwaard? Waarom heeft hij een zwaard? Giel, doe je zwaard weg. Goed zo. Ik kan jou ook slaan, hè, Giel? Heren, rustig aan. We zijn hier om... Maakt niet uit. Oké, ga verder. We zijn hier om de meubelzaak te openen. Ik snap het. Er is enige wrijving geweest tussen jullie twee of tussen jullie drie. Ja, wij hebben oorlog gehad met Giel. Maar we gaan het feestelijk maken, jongens. We gaan het feestelijk maken. Oké. Geen val, hè? Dit is geen val. Wat voor winkel is dit? Wat voor winkel is dit dan? Nou, lieve mensen, ten eerste welkom in het prachtige Coeburg. Ik ben de burgemeester. Ja, geweldig. Ja, heel mooi, burgemeester. Meneer Giel kwam hier al in de stad. Die was helemaal verslagen. Die wist niet meer waar hij heen moest. En, hoe kan dat nou, Mick? Ja, Santino, daar wil ik het niet over hebben vandaag. Oké. Nou, om erop terug te vallen. We hebben een hele prachtige meubelzaak geopend. Of tenminste, die gaan we openen. Een meubelzaakje. Ja. Giel, waarom doe je Mick nou? Wij hebben een meubelzaak. Ja. Dat wist ik niet eens. Hoe kan ik dat weten dan? Ik ben nog nooit een schaatsstad geweest. Nee, maar Santino wel. Rustig, mensen. Ik heb hem een kans proberen te geven. Oké. Nou ja, Giel wou in principe een eigen zaakje openen. Ik heb gezegd, ga lekker je gang. Dus hier is het dan eindelijk. Ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten. We weten inderdaad. Ik weet het niet. Mick, wat vind jij er nou allemaal van? Wat ik ervan vind? Nou... Ik wil het ook super zijn. We gaan nou openen. Ik wil zien hoe lelijk het is. Ik overhandig jou de schaar. Hier, dankjewel. Dan verklaar ik hierbij. Maak hem open, burgemeester. Dan verklaar ik hierbij de meubelzaak van Coeburg tot geopend. Oké. Nou, komt u binnen en. Mogen we nu naar binnen? Ja, en koop vooral wat meubels, zou ik zeggen. Oké, ik heb laatst al heel veel meubels gekocht. Maar een hele mooie meubelwinkel, zeg, Giel. Echt een hele mooie winkel. Ja, ik ben er ook erg trots op, moet ik zeggen. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het heel erg mooi. Hey, zoveel variatie heb je hier. Ik ben heel erg trots op deze. We gaan nog uitbreiden. Hè. We hebben natuurlijk vandaag pas de hele winkel gebouwd. Dus we gaan nog flink uitbreiden. Dat snap ik wel. Maar Mick, ik heb het alweer gezien. Zullen wij weer weggaan? Gaan jullie al vandoor? Nu al? Ja, we gaan nu al weg. Doei. Dag. Oh, Mick, wat is het voor een lelijke winkel. Ja, die van mij is sowieso mooier. Ja, die van jou is sowieso mooier. Maar Mick, kijk, ik had een idee, hè. Want ik was daar net. Laten we eerst wat verder lopen. Ze staan daar, Jesse. Wat doe jij? Sorry, Mick. Gaat u beginnen met de bank? Mick, ik was net bij de bank. En ik denk dat de bank heel hoog gegrepen is, hoor. Ik denk dat het wel heel moeilijk is, maar misschien moeten we gewoon een winkel van Giel overvallen, want wij de oorlog toch met Giel. Ja, maar dit is heel slim, Jesse. Zullen wij de winkel van Giel overvallen? Kijk, en weet je wat nog groter voordeel is? Als wij hem overvallen, kan hij ook nog failliet gaan en dan ben ik weer de enige winkel. Oh ja, Mick, het is een supergoed idee. Okay. Ik ga lekker naar het huis toe, ik ga lekker slapen en dan gaan we dat de volgende keer doen, oké? Ja, 100%. Laten we even lekker slapen en... Oh, ik heb er zoveel zin in! Ik kan niet wachten. Giel gaat dit echt niet zien aankomen. Maar klik even op een van deze andere twee video's, want die wil je ook zeker niet missen. En ze gaan echt elk moment weg, namelijk in 3, 2, 1. Je moet nu klikken, want ze gaan weg.